Het is maandag 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. Welkom bij Pauw en Witteman. Wie had ik vandaag een brief moeten sturen? Nou ja, bijvoorbeeld, wij hadden vandaag, het is van 10 december 2007, we hadden vijf cases die eigenlijk centraal stonden. Eén daarvan was Xi Tao, dat is iemand in China die voor het versturen van een e-mail naar vrienden in het Westen 10 jaar opgesloten, 10 jaar gevangenisstraf. Omdat hij een e-mailtje heeft gestuurd, heeft hij 10 jaar gevangenisstraf gekregen. Heeft hij 10 jaar gevangenisstraf gekregen. Dus wat wij mensen vragen, dat kan natuurlijk nog steeds, is om te protesteren bij de Chinese regering. En dat helpt echt. Dat helpt echt. Dat ze dan, meneer Witteman uit Amsterdam, e-mailtje. Nou, daar schrikken ze van in China. Nou ja, misschien niet van meneer Witteman, maar op zich wel van veel mensen. Als veel mensen dat doen. Het gaat natuurlijk om de macht van het getal ook een beetje. Ik kan een voorbeeld noemen van iemand die ik zelf een paar jaar geleden heb ontmoet. In Mexico, dat was voor mij een van de indrukwekkendste momenten, dat je ook denkt van, hé, het werkt ook echt. We hadden daar een internationale vergadering. Daar staat op een bepaald moment een generaal die 8 jaar vastgezeten heeft, omdat hij een kritisch rapport over de Mexicaanse militaire apparaat heeft geschreven. Die heeft daar 35.000 kaartjes, brieven, knuffelberen uit de hele wereld, waaronder uit Volendam, uit Zutphen, uit allerlei Engelse stadjes. Mensen die dus, net als u en ik, gewoon iets hebben gedaan, een klein kaartje. En die man is, doordat er zoveel mensen voor hem in actie kwamen, gewoon vrijgekomen. En dat gebeurt nog steeds. Natasja Vroger, net in de aankondiging zei we het al, voor Orange Babies naar een weeshuis geweest in Zuid-Afrika. Waarom eigenlijk Orange Babies? Orange Babies is een organisatie die zich inzet voor met HIV's, met zwangere vrouwen en hun kindjes. En ik heb mijn allerdierbaarste vriendje verloren aan AIDS. En op het moment dat hij overleed, zei hij van, joh, ik heb het gewoon net te vroeg gekregen. Waarschijnlijk over een paar jaar gaan mensen er niet meer dood aan. Want wanneer overleed? Ga je daarvoor inzetten? Eerste kerstdag 1994. En toen vroeg hij aan jou, ga je En toen heeft hij me op zijn sterfbed gevraagd van, wil je alsjeblieft je altijd hard ervoor maken dat de mensen in de toekomst er niet meer dood aan gaan? Kort daarna ben ik zelf moeder geworden, november 95. En in 99, en dan krijg je dat gevoel van, ik wil de hele wereld helpen als je moeder bent. Althans, dat had ik. En toen werd ik in 99 gevraagd voor deze organisatie. En toen dacht ik, nou, cirkel is rond. Het heeft met AIDS te maken, wat ik Fred beloofd had. En iets met baby's en toekomst. Dus alles viel op zijn plek. Dus, we hebben een weeshuis, daar was ik met deze dames, wat je net zag. Daar worden vrouwen opgevangen die dus echt verstoten worden. Zoals deze mevrouw die door haar familie letterlijk weggeschopt is. Wat ze later nog aan mij vertelde. Ze zegt, ze kwamen achter me aan met messen en met bakstenen. Hebben ze me echt weggejaagd. Ik moest echt gewoon weg uit hun omgeving. Want ik was een schande voor de familie. Terwijl ze AIDS gekregen heeft. Doordat, of tenminste, ze HIV positief geraakt is. Doordat ze verkracht is. Door een van haar familieleden. En dat wordt dan door de familie niet verteld. Dus ja, heel schrijnend om te zien, maar uiteindelijk wel fijn dat we dan dus met elkaar dat weeshuis hebben, dat die shelter hebben kunnen bouwen waar zij dus terecht kan. Ruud Lubbers, weet u zeker dat alles wat u aan heeft vandaag, dat daar geen kinderarbeid bij te pas is gekomen? Nee, dat weet ik niet zeker. Als u naar een zaak gaat om een pak te kopen, ik weet niet of u het zelf doet, maar neem het nu even aan. Controleert u dat? Vraagt u ernaar? Nee, eerlijkheid gebied te zeggen dat mijn vrouw altijd koopt. Dat ik niet dus. Nou, misschien let zij erop dan. Misschien let ze erop. Dat had ik haar moeten vragen voor vanavond natuurlijk. Ik denk het niet. Ik denk niet dat mijn vrouw in de winkel binnengaat en zegt, heeft u een kostuum waar ik zeker van ben dat er geen enkele kinderarbeid in zit? Dat denk ik niet. Dan spreek ik vooral als een voorzitter van het Universitair Asielfonds. Er zijn heel wat die uit het buitenland gevlucht zijn wegens onmogelijke toestanden. Die hier opnieuw zijn gaan studeren. Die hebben wij dan geholpen. Die halen een diploma. Die zijn eigenlijk prima mensen. Die trekken we zelfs aan. We hebben de kenniseconomie tegenwoordig. Daar krijg je speciale vergunningen voor. Maar als het vluchtelingen betreft, zegt nog steeds de Nederlandse regering, ga je maar eerst terug naar Teheran. Meld je daar maar. Of je een briefje kan krijgen, dat je weer als kennismigrant later hierheen kan komen. Dat vind ik eerlijk gezegd onzinnig. Dat briefje krijgen ze ook niet natuurlijk in Teheran. Nee, ik vrees dat je ook grote risico's neemt. Want die mensen zijn natuurlijk niet voor niks in de tijd gevlucht. En er zijn altijd nog weer diensten en toestanden dat het fout kan gaan. Dus ik zou het ook mensen ontraden om dat te doen. Ik gaf in mei met nog twee vrienden een feestje, gezellig. En we dachten, we gaan de boel een beetje leuk versieren met slingers. Maar we kwamen dan thuis en we pakten het uit. En bij de ene was er niks aan de hand en bij de andere vonden we, nou ja, deze kleine tekst aan de binnenkant.
En het viel ons gewoon op omdat er SOS onder stond. Het blijkt dus dat het in een gevangenis vlakbij Shanghai, dat het daar gemaakt is. En hoogstwaarschijnlijk konden ze zien aan de tekens dat het handschrift erg verzorgd was met bijzondere tekens en zo, dat het waarschijnlijk door een hoger opgeleid iemand is. En dat is dus ook een gevangenis waar mensen...